Het portret van Herman Höften werd opgesteld en de gastspreker werd geïntroduceerd door oud-wethouder Bert Kuiper. De gastspreker van vanavond, mevrouw Gerry Verbeet. Welkom Gerry. Het is ons gelukt om jou vorig jaar al heel vroeg vast te leggen. Dat was ook allemaal heel moeilijk in te plannen in jouw agenda, maar gelukkig heb je iemand bij je in je omgeving die jouw agenda altijd plant, net kennis met haar gemaakt. Ja, en de ene maandag zit ze bij De Wereld Draait Door. En de andere maandag is ze hier. Ook PvdA-fractievoorzitter Bert Kozijn deed een inleiding voor de jaarlijkse Herman Höftenlezing. Dit jaar was het de beurt aan oud-Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet om de lezing te geven. Daarbij haalden ze nog even het succes aan van Tussen Katoen en Nu van vorige zomer. Over de stadsmusical Van Katoen. Ik neem aan dat het over Van Katoen geven gaat. Van Katoen, over de geschiedenis van Almelo. Dat geweldige spektakel waar deze zomer meer dan 10.000 Almeloers naar kwamen kijken. Die verhalen intrigeerden mij. Want die Almeloers kwamen niet alleen kijken, ze hebben de musical ook zelf met elkaar gemaakt. En ik citeer uit Tubantia, iedereen deed mee. Jong en oud, arm en rijk, samen zaten ze aan tafel en samen hebben ze iets neergezet waar de hele stad het nog jaren over zal hebben. En dat is precies het thema wat ik vandaag met u wil bespreken. Vaak denken aan de discussies vroeger bij ons thuis. Mijn ouders waren beide overtuigd sociaaldemocraat. Maar ze waren het zelden eens. Mijn moeder was als dochter van een Brabantse molenaar wat ondernemender. Maar mijn vader was een traditionele Amsterdamse sociaaldemocraat. Hij vond, let op hè, hij vond als iets echt belangrijk is, moet de overheid het doen. Als de overheid het niet doet, dan is het blijkbaar niet belangrijk genoeg.